kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb vannacht geslapen met een vlecht in mijn haar en ik ben wakker geworden met onwijs mooie krulletjes. Helaas is de onderkant van mij wel echt heel erg pluizig, maar daar heb ik de laatste tijd al heel erg vaak last van, omdat mijn haar een beetje pluizig is. Maar het is wel leuk zo, toch? En dan staat Nigel alweer op mij te wachten buiten. Want hij wist helemaal niet dat hij pechdienst had. Dus we gingen vanavond ook langs een collega van Nigel. Maar ik weet niet of dat doorgaat, want hij zit natuurlijk met zijn piependienst. Zullen we met z'n allen van de glijbaan? Yay! Nigel die heeft pechdienst en we hebben nu al 2 pechgevalletjes gehad. Ik zit lekker te chillen in de auto terwijl Nigel buiten in de regen. Ik kan het nu niet laten zien want we zijn op een terrein. Dus ik ga er niet zomaar filmen ongevraagd. Maar in ieder geval, Nigel die is bezig in de regen, was bezig in de regen. Hij is nu bezig met een bonnetje schrijven. En Nigel die heeft een heel leuk verhaaltje om te vertellen wat er net is gebeurd. Dus we gaan even over school, kladdoi. Nigel! Ik was naar de trein. Ik dacht, hey, leuk. Leuke nadag. Even aanmelden zo. Dus ik loop er naar binnen. Er is helemaal niemand. Alleen een computer. Dat als je iemand kan oproepen om je te laten komen halen. Maar ja, ik weet mijn contactpersoon niet. Wist ik niet. En opeens gaat de telefoon af. Dus ik denk, hè? Wat is dit nou weer, joh? De telefoon gaat af. Toch gelijk zit in een of andere horrorfilm. Dus de telefoon gaat af en hij blijft me gaan. Dus ik neem op. En ik zeg, hallo mijn Nigel. Ik ben ja, ik kom voor een lekker band. Ja, dat weet ik. Maar je weet zeker niet waar die staat. Ik zeg, nee, dus hij uitlegt waar die staat. Toen neem die op. Ik zeg, what the fuck? En hij dacht op dat moment dat hij een horrorfilm zat. Ik ben echt een beetje bang te worden. Oké, dit is een normale. En ik ga jou niet filmen. En dit is een XXL kapsalon. Ga je het opkrijgen, nee? Nee. Eet smakelijk. Dit is zo alles. Nee, man. Oké, even voor de duidelijkheid voor jullie. Nigel gaat voor de allereerste keer een horrorgame spelen. En ik wil het vastleggen wanneer die schikt. Oké, eeuw. Dit is allemaal van benen. Benen. Ik ga tegen een been bij jou, lief. Serieus? Ja! Oké, hij liep tegen die schommelstoel aan. Ik hoor gewoon dit en ik denk, fuck, er gaat een deur open. Ik heb echt serieus van, fuck, dat is een stijl. Ja, zag je net. Hij moet in het donker gaan deur. Ik ga links of rechts draaien en dan gaat iets staan. Nee. De batterij is gewoon leeg. Kutzooi.
Surprise, motherfucker! Ik hou hier echt niet van. What the fuck? Oh my fucking god! Oh my god, ik schrok! Wat ben je aan het doen? Klaarstaan. Oh, hij staat nog op z'n allerlichtst. Kaas aan het snijden. Oeh, lekker. Ik blijf vanavond gezellig bij Nijtje slapen. En we hebben heerlijk gegeten bij de collega van Nijtje. Waar we weer lekker zitten Xboxen. Nijtje heeft horror game nog afgemaakt. maar ik kon helaas niet verder filmen, want mijn camera die was leeg. Hij is nu een beetje al opgeladen. Maar nog niet helemaal. Maar ik ga hem soms er toch weer in opladen gooien. En dan is die morgenochtend weer helemaal vol om te gaan. En wij gaan nu eventjes een paar YouTube filmpjes kijken. Een beetje chillen en lekker genieten nog eventjes van een zaterdagavond. Eigenlijk is het nu al zondag. Het is nu zaterdagnacht. Maar wij vinden het nog eventjes zaterdag. Maar officieel is het al zondag.